En welkom bij een nieuwe vlog. Ik zie er weer gruwelijk uit. Ik moet mijn haar en gezicht nog doen. Lens in doen en uiteindelijk werken. Maar ja. Welkom bij een nieuwe vlog in ieder geval. Voor wie de vorige vlog gezien heeft, we borduren er gewoon weer lekker op door. Ik ga nog eens ergens zitten. Zit wat comfortabeler. Ja. Dus wat betreft, het is echt serieus nog zo donker buiten. En het is serieus al bijna 9:30. Ik kan niet wachten tot de lente. Maar goed, punt is, qua project jobhunt dus. Aangenomen voor die nieuwe baan, eventjes een short recap van de vorige vlog. Dus daar ben ik super blij mee. Nu moet het alleen qua contract en alles nog geregeld worden. Dus daar zit ik nou zelf ook een beetje achteraan. Zodat dat inderdaad snel gebeurt. Want het moet eigenlijk op deze maand, zodat ik qua opzegtermijn van huidige functie dus op 1 maart kan beginnen daar. Dus ja, dat is in ieder geval een ding. In ieder geval, ja, weet je wel, qua telefoonnummers en alles eventjes opgezocht, contact gehad. Dus dat komt allemaal wel goed, heb ik vertrouwen in. Ik ben wat dat betreft de stresskip, weet je wel. Ik wil gewoon alles het liefst in 1 keer geregeld hebben. Dan ben ik pas echt gerust. Maar goed, ik heb mezelf over de jaren heen geleerd om niet al te erg achter andere mensen aan te gaan zitten wat dat betreft. Want dan word ik irritant en daar zit niemand op te wachten. Dus dat probeer ik te voorkomen. Maar goed, verder. De nationale tuinvogeltelling is dit weekend. Dus ik ga voor werk eventjes. Ik heb net het vogelvoer buiten bijgevuld. Even je tuinvogels tellen. Ik zal mijn vlogcamera meenemen, want wie weet zien we nog wat leuks. Ik verwacht geen complete ooievaars of flamingo's, maar hey, musje en alles. Schattig. Oké, nog even een kleine werkupdate. Ik heb mijn bonnie gewassen trouwens, daarom is hij zo mooi en shiny weer. In ieder geval, het is nu officieel geregeld qua contracten dat ik over ben gezet naar de nieuwe leidinggevende. En dus ja. En ik krijg komende dinsdag al gelijk een nieuwe mee, serieus, over de wijk waar ik, voor de wijk waar ik jarenlang, serieus, echt territoriaal over ben geweest. Ik liet er geen plasjes of zo, niet op die fiets. Maar wat altijd echt mijn wijk was, mijn vaste wijk. Daar mag ik nu iemand gaan opleiden. En ik heb er zin in, serieus. Ik heb er echt zin in. Ik hoop dat diegene net zo enthousiast is als ik toen de tijd was. Ik hoop dat diegene niet, zoals ik, de eerste keer dat ze een bepaalde flat moet lopen met heel veel partieken, een half uur bezig is met het begin te vinden. Ik hoop dat ze dat handiger doet als ik. Ja, weet je, ik heb er zin in. Dus dat is allemaal heel erg exciting nieuws. Ik ben heel blij dat het allemaal geregeld is. Dat het echt, weet je, dat mijn huidige chef en de nieuwe dus elkaar ook gesproken hebben nu. Kan ik met een gerust hart het weekend in. Dus ja, het weekend is in ieder geval qua plan heel veel filmen. Dus misschien dat ik tussendoor ook nog eens wat laat zien. Ik wil natuurlijk die nieuwe spullen die ik gehad heb ook laten zien op camera. Tenminste, ja, ik wil ze proberen op mezelf, weet je wel. Zodat voordat ik ze op een model smeer, wanneer het eindelijk weer mag. Ik weet wat ik kan verwachten. Dus vandaar, in ieder geval, dat was dus weer even mijn kleine update. Ik spreek jullie later weer. En het is zondagochtend. Ik ben even met mijn moeder aan het popdicht aan het wandelen. Mijn pa moest naar de kerk, dus toen zijn we maar met z'n tweeën gaan lopen, zodat ze niet in de eentje hoeft. Heb ik ook nog wat beweging gehad en daarna filmen. En ze loopt nu te sissen dat ik niet zo hard moet praten, omdat ze zich anders geneert. Dus ga ik nog langer door om het te pesten, want zo ben ik. Leuk, maar goed, leuk. Ik spreek jullie later weer. En ik heb ook eventjes gefilmd. Dit zijn een paar van de producten die ik vorige week kreeg. Van de fotograaf. Echt super mooi shimmery. Echt serieus, één adem met deze vlogcamera. Zodra er iets van licht is, dan wordt de rest echt super donker. Super irritant, misschien nog eens een keertje. Een andere vlogcamera. Maar goed, in ieder geval, de look is mooi gelukt. Oké, ik heb net voor het eerst in mijn leven rode koolsoep gemaakt. Het is echt lekker. Lekker zacht soepje.
En ik vind de kleur serieus. Ik hou van paars. De kleur is serieus fantastisch. Dat had ik dus ook gedaan met een van die dingen van... Hallo, ik ben weer net van werk. Maar met een van die producten... Oh, ik lijk wel een discobal. Van rechtstreeks. Tenminste, ik had bij rechtstreeks dus die kool besteld. Gewoon zo'n hele kool. De helft ligt nog in de koelkast. En van die soep kan ik ook wel twee keer eten. Maar die gooi ik wel in de vriezer. Want dat blijft toch lang goed dan als ik het in de vriezer gooi. Dus voor de toekomst. En ik heb er één kruimige aardappel in gegooid. En een ui. En een bouillonblokje. En water, obviously. 1,5 liter ongeveer. Plus nog wat meel, omdat ik eigenlijk te veel water had. Dus ik heb er ook nog volkorenmeel in gegooid om dikker te maken. Eigenlijk een cheapskate trucje, maar hey, het werkt. Toen de staafmixer er uiteindelijk op gezet. Oh, ik heb ook nog basilicum en een snufje zout in gegooid trouwens. Als iemand een recept wil vragen, dan leg ik het eventjes in de, weet je wel, in de commentaren beneden wat handiger en volgbaarder uit. Juist. Tevens, vandaag had ik dus voor het eerst de nieuwe mee. Nou, echt superleuk. Echt, ja, ik heb niet heel vaak iemand opgeleid. En oh, het regende en... Gruwel. Hoe dan ook, het was super leuk. Ik hoop dat ze blijft. Ik hoop dat ze het leuk blijft vinden. En ik hoop dat ik er een beetje goed wegwijs kan maken. Want ja, weet je wel, hoe sneller ik vervangen ben. Misschien kan ik dan zelfs eerder of was in ieder geval een paar dagen naar Utrecht. Dus dat is wel exciting. Maar goed, dat hou ik natuurlijk. Dat bespreek ik natuurlijk met mijn leidinggevende. Ik ga in ieder geval, terwijl mijn soep afkoelt, nog eventjes editen. Dat moet ook gebeuren. En het is vandaag alweer 4 februari. Juist, februari. Ik ga eventjes mijn skincare doen en eventjes mijn nagelrimolie op de verwarmingsketel laten smelten. Hij lag er bijna achter in ieder geval. Ja, het is een tropische olie, Manoi olie van Yves Rocher. Dus dat bevriest in Nederland in de winter op kamertemperatuur. Beetje jammer. Maar in ieder geval, ik dacht ik doe nog even een update. Ik ben deze week tot dusver bezig geweest met het opleiden van mijn vervanging. Ze doet het supergoed. Ze is enthousiast. Het is gelukkig iemand die het serieus neemt. Die echt gewoon, weet je, en ik ben echt heel blij. Dus dat ze een goede gevonden hebben. Want ik weet niet, ik had het niet leuk gevonden om, weet je wel, mijn vaste wijk van 7, bijna 8 jaar... achter te laten op een manier van, oké, ik weet niet hoe lang deze blijft. Weet je wel, ik ben blij dat ze een goede hebben gevonden. Dus het opleiden is ook echt wel leuk om te doen. Het scheelt ook dat ze zelf een gezellig persoon is. Dus dan loop je wel ook gezellig, weet je wel. Die wijken samen. Ik bedoel, als je iemand hebt die geen woord zegt, dan is het een tikkeltje awkward. Maar het is echt superleuk. En je bent nog lekker snel klaar ook. Want uiteindelijk ga je natuurlijk ook allebei dan een wijk verdelen. Nou ja, goed. Dat interesseert jullie waarschijnlijk, Gerrit. Maar in ieder geval, ja, dat gaat dus prima. Nou zou je denken dat ik dan dus, net mijn rozen voor volgende week bekeken, volgende week eigenlijk geen werk meer heb hier. De planner heeft het gepresteerd om me voor bijna 1,5 uur meer dan mijn contracturen van 20 uur in te roosteren. Volgens mij hebben ze nog snel iemand vrijgegeven of zo, nu het even kon. Wat ik helemaal snap overigens, dus dat is niet erg verder. Gelukkig, dat bedacht ik me ook pas later. Hoef ik niet al te super lang te wachten tot ik inderdaad contact op kan nemen en kan afspreken wanneer ze me in gaan werken bij mijn nieuwe baan. Dus ja, want februari is natuurlijk een korte maand. Dus we hebben nog 3 weken te gaan na deze week voordat we door februari heen zijn en ik dus naar Utrecht kan. Dus dat is echt super exciting. Dan vind ik het ergens ook niet heel erg dat het volgende week nog niet gelijk is. Want dan zou ik mijn eerste week gelijk eventueel met de auto door sneeuwhopen heen moeten ploegen. Als het uitkomt. Ik bedoel, het is vaker voorspeld natuurlijk. Maar goed, als er echt sneeuw komt, weet je wel, je snapt mijn punt. Fun fact, ik heb geen flauw idee of ik in focus ben. Want ik heb mijn lens al uit. En ik heb obviously geen bril op, terwijl ik mijn skincare doe. Maar goed, dat was dus eventjes mijn kleine, korte update. Over wie je trouwens... Als jullie allemaal filmpjes kijken, dan weet je dat. Ik heb een format wat veranderd qua hoe ik mijn filmpjes edit en opneem. Mijn tutorials met name. Want het bleek namelijk dat de meeste mensen... Dat kan ik in de Analytics zien. Ik heb eens een keertje YouTube Creator Academy opgestart. En ben naar de Analytics gaan kijken. En het blijkt dus dat het gros van de mensen serieus niet door mijn intro heen komt. Dus we hebben de intro geschrapt, we hebben nu alleen maar de animatie en dan beginnen we gewoon gelijk. En ik merk zelf ook eerlijk gezegd
Nu ben ik echt actief aan het editen, in plaats van dat ik aan het editen ben en ondertussen zelf niet continu kijk. Want dat ik ondertussen een forum aan het lezen ben of andere filmpjes aan het kijken ben. Dus ja. Oh, en ik heb tevens eindelijk eens een keertje muziek aangeschaft in plaats van... weet je wel, dingen waarbij je alleen maar credit hoeft te geven. Dus jullie gaan dezelfde muziek vaker in filmpjes horen. Ik ben wel van plan meerdere verschillende dingen ervoor aan te schaffen. Is niet heel duur, ik heb het via Filmmusic. Filmmusic heet het, geloof ik. Dus ja, dat is ook wel een exciting new thing op mijn YouTube kanaal. Dus dat was eventjes mijn update voor nou. Er zou dit weekend al sneeuw moeten liggen trouwens. Als er sneeuw ligt, als er wat te zien is. Dan zal ik, een wandeling maken of zo. Kijken, misschien het Kralingse Bos, misschien heel vroeg. Voordat het vertrapt is of gesmolten of allebei. en terwijl het nog rustig is, want je ziet er serieus geen hond zorgens vroeg. Er zijn wel een paar moorden gepleegd in het verleden, maar goed, we gaan er maar vanuit dat we dat niet overkomen. In ieder geval, even kijken naar de sneeuw. We moeten wat doen en dan vlog ik tenminste ook nog eens een keertje buitenshuis. Het is zaterdagavond. Wauw, deze belichting is gruwelijk. Misschien dat het van deze kant beter is. Nee, niet echt. Sorry. Hoe dan ook, deze camera is niet goed met weinig licht. In ieder geval, het zou vanavond moeten gaan sneeuwen en morgenochtend ben ik van plan vroeg eruit te gaan te kijken of wat leukste film is. Dus zie dit als introductie van misschien leuke sneeuwlandschapjes. Als ik vanavond film, met avondklok natuurlijk puur in de achtertuin, maar je snapt het punt. Dat was eigenlijk eventjes mijn praatje. Hopelijk gaan we nu naar beelden van sneeuw, tenzij het weerbericht het helemaal mis had. In welk geval jullie dit clipje waarschijnlijk niet eens gaan zien, want dan is het een beetje doelloos. Oké, hij staat nu serieus op Night Scene en Night Portrait, terwijl ik nu het licht is aan, het raam is onbedekt. Anyway, dit is de claim van de camera, die hadden we verder niet nodig. Maar weten jullie nog dat ik deze dingen kocht bij de HEMA om mijn kast op te ruimen? Ze staan nu al op, sinds die dag staan ze nu al zelf rotzooi bij die kast te wezen. Dus ik dacht ik ga de kast een keertje opruimen en ondertussen... Even kletsen. Nu zegt hij gewoon Portrait. Nu noemt hij het geen nacht meer. Hij heeft een beledigingen gehoord, de camera. Anyway, punt is, waarom heb ik 500 toilettasjes? Ik weet het ook niet. Waarom heb ik een top van iets? Ik verzamel te veel tering, zou je geloven. Hoe dan ook. Punt is, dit is een doos van... Dit wordt het af... Hier komt het hoopje afval. Anyway, iemand vroeg me laatst... Hoe heet het op mijn vorige vlog? Nou ja, laatst daarnet. Wat is dit nou weer? Geurstokjes. Oké, mogen blijven. Punt is, die vroeg me dus laatst in een vlog, tenminste als reactie op een vorige vlog, van wat mijn plannen qua auto zijn. Of ik daar wat over zou willen vertellen. Dus ja, ik wist niet zeker of dat voor jullie interessant zou zijn. Maar aan de andere kant, waarom niet? Ik vind dat soort dingen zelf ook altijd interessant als een ander daarover vertelt. Dus... Bij deze gaan we het hebben over mijn plannen qua auto. Ten eerste... Lucifers. Oké, hoe dan ook. We hebben natuurlijk al een auto. Dat is een private lease. En daarmee zit je vast, dat had ik geloof ik al eerder gezegd, aan een bepaald aantal maximale kilometers die je kan rijden. Oh, 1 maand verband. Oké. Hoe dan ook, aan een bepaald aantal kilometers wat je maximaal ermee kan rijden. Of mag rijden, want anders wordt het veel duurder. Dus vandaar, ik kan een paar weken, dus ja, nou ja, een paar weken, een paar maanden wel onderweg zijn met die auto. Die auto nog gebruiken, laat ik het zo zeggen. Die auto nog onder mijn reet hebben, zo gezegd.
En daarna moet ik inderdaad een eigen auto hebben. Dus vandaar dat eigen auto. Maar dat in aanmerking genomen. Deze zit zelfs gewoon nog in zijn plastic. Allemaal gratis van Isrocher bij bestellingen. Als we ooit weer op reis kunnen, dan heb ik in ieder geval zo'n 50.000 toilettassen om uit te kiezen. Ja, dat zien we maar als pluspunt. In ieder geval. Ik moet echt ophouden met van die dozen te bewaren van make-up. Want dan wil je ze niet weggooien, want ze zijn mooi en je doet er geen reet meer mee. Anyway, ja, dus. Die auto. Kijk, omdat ik dus nog een auto heb, tenminste, we hebben dus een auto met z'n drieën, heb ik zoiets van, dat is gewoon de grote auto. Dus ik heb niet zoiets van dat ik per se een, weet je wel, een super dure auto neem. Het wordt een tweedehands, dat sowieso. En ja, eigenlijk mijn enige ding is, ik wil een rode bij voorkeur, want die kleur vind ik leuk. En ik ga hem kopen bij tweedehands bij een garage. Want eerlijk is eerlijk, ik ben niet zo iemand die onder een motorkap kijkt en weet waar alles weet je, over gaat. Ik heb een tas met M&M's erop. Wauw. Hoe dan ook. Ik ben niet zo iemand die naar een auto kijkt en gelijk erin kijkt en weet of het een goed ding is en alles. Dus ik ga geen risico nemen met via Marktplaats kopen. Want ik weet gewoon vrij zeker dat ik dan een rijdend wrak kopen wat binnen een week uit elkaar valt op de snelweg of zo. Dat doen we maar niet. Oude haarspullen. Jig. Dat is al wel. Bewaren we maar gewoon, want whatever. Maar goed, kijk, hierom heb ik dus te veel zooi, weet je wel. Dus, ja. Maar goed, qua auto dus. Het moet er eentje zijn van een garage, zodat ik zeker weet dat die niet uit elkaar valt. Want een garage die heeft dan, dat is mijn logica, een reputatie hoog te houden. Dus die zullen wel uitkijken met je ontzettend, weet je wel, waardeloze zooi aan te smeren. En ik heb zoiets van, ja, het hoeft dus ook geen super grote auto te zijn, weet je wel. Want we hebben voor op vakantie met z'n drieën en dergelijke, dat soort dingen, hebben we gewoon de grote auto. Dus eigenlijk wil ik een beetje een kleiner model, niet te klein, want dat vind ik zelf niet prettig. Oude agenda. Dat vind ik zelf niet prettig op de snelweg. Ik wil wel graag een beetje een grote auto, dat ik het gevoel heb dat andere weggebruikers me ook gewoon goed kunnen zien. Dus een beetje een middenmodel, Peugeot, rood. En dan wil ik er stickers op plakken van Ironman. Dat is eigenlijk mijn enige eis. En ik wil graag airco. Kijk, weet je, navigatie en dergelijke kan ik ook met mijn telefoon doen. Maar airconditioning vind ik persoonlijk wel zo prettig dat je in de zomer, als je in de file staat, niet zo staat van, weet je wel. Dat was een heel rare uitleg, ik weet het. Maar goed, dat is dus in ieder geval mijn bedoeling. Dus ja, dat is eigenlijk mijn enige plan, wat ik, de enige eisen die ik qua auto heb. Zodra ik natuurlijk uiteindelijk over een paar maanden een auto heb, laat ik hem uiteraard zonder kenteken te laten zien. Ook wel zien in een vlog, dus dat zien jullie dan. Dus ja, ik hoop dat jullie wat aan die info hebben. Nou ja, dat het in ieder geval interessant was om aan te horen. En incidentally, dit is hoe de kast er nu uitziet. Ik had eigenlijk dus, ik had het niet opgemeten, maar gegokt en verkeerd gegokt. Ik dacht dat ze nog wel naast elkaar zouden kunnen staan, maar dat past net niet. Maar hey, het ziet er nu in ieder geval net eruit als eerst. En zie hier stap 1 van het beginnen met joggen. Ik heb renschoenen gekocht. Dit zijn obviously Puma's. Wacht, ik zal hem even los laten zien. Puma's. Ik weet niet meer welk model het is, maar het is met die luipaardprint aan de zijkant. En ik heb ze gekocht bij Zalando. Hele gave dingen, zitten goed. Echt super dikke, maar zachte zool. Echt mega flexibel en alles. En echt gewoon, ze wegen serieus niks. Dus ja, weet je, zodra ik ze heb uitgetest om daadwerkelijk te gaan joggen, dan zal ik het jullie laten zien. Want bij mijn nieuwe werk natuurlijk, dan loop ik niet meer de hele dag. En dan is het misschien wel handig om dus niet, weet je wel, niet meer veel te lopen of zo. In ieder geval, en ik doe natuurlijk al skaten, maar als ik ga skaten dan ben ik minstens 2 uur bezig. En joggen dat is meer exercise in minder tijd. En aangezien ik, weet je wel, ook nog andere dingen te doen heb zoals YouTube en werk, is dat wel handiger. Dus vandaar, dat is mijn idee erachter. Dus ja, ik denk dat ik hier ook even de vlog ga eindigen. Trouwens, nog meer dingen is qua nieuw werk. Ik heb een nieuwe contract getekend, want het is natuurlijk over naar een nieuw CAO en alles gaat allemaal online lekker makkelijk, dus dat is mooi. Dus ja, nu nog 1 week te gaan, plus met vandaag erbij 3 dagen op mijn huidige baan. En dan door naar de volgende, super excited. Dus ja, dat was eventjes de vlog van deze keer. Dus in de volgende vlog mijn laatste week op huidig werk.
Ik ben echt gruwelijk slecht in doei zeggen, dus dat wordt nog wat. Dus ja, en dan nieuw werk. Het wordt een exciting vlog. Het wordt een exciting maand voor mij. Dus ja, in ieder geval bedankt voor het kijken van deze vlog. Als je hem leuk vond, klik dan alsjeblieft op de like button. Dat zou me heel erg helpen. En als je meer filmpjes wil zien, waaronder voornamelijk make-up tutorials, zeg ik terwijl ik wijs naar mijn bijna make-uploze gezicht. Ik heb alleen concealer op, hoe dan ook. Dan kun je altijd abonneren op mijn kanaal. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie weer een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!